Deze beschouwing. Die is naar aanleiding van een kijkersvraag. <laughs> ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik helemaal geen filmpjes, hè? maar ja, het moet een mp 4 zijn, want anders kan je ze niet uploaden op YouTube. Dus ik zeg hem toch maar kijkersvraag. Van een man en die heet Lex. Meer weet ik niet. En hij stuurt mij regelmatig een mailtje. Met een hele lerptekst. En linkjes. En door hem ben ik erachter gekomen dat die club van architecten en ingenieurs. voor de waarheid van de aanslagen van 11 september. Dus Architects and Engineers for 9-11 Truth. Die club die wordt gerund door David. Nee, niet David. Door Richard Cage. Ah, die club die is. Uh, daar, daar zitten je in. Minimaal één. Wat er dan prima verklaart waarom die club na 18 jaar, 19 jaar of zo, nog helemaal niks bereikt heeft. Want uh, dat gaan ze, ja, de jezuïten dat zijn de jezuïten die erachter zaten. Of uh, wat daar maar aan gelijk geschakeld kan worden. Maar die jongen zaten erachter. En dus niet zozeer de globalists of de. ...de Bilderberggroep... ...of... Uh, ...de Illuminati... ...of... ...nee, nee. Er zat, uh, ...Babylon zat erachter. De Rooms-Katholieke Kerk, dus. En medewerkers daarvan die... Um, ja, ...die zorgen er dan voor... ...dat die Richard Cage... Uh, ...lekker bezig blijft... ...en dat die lekker bezig blijft... ...en terwijl die lekker bezig is... ...denkt iedereen, nou... Hij is er wel lekker bezig. En de tijd die tikt door. Door iemand als mijn dochter, die is nu twintig. Die was één of anderhalf. Toen die aanslagen plaatsvonden. Nou, die aanslagen, dat zegt haar helemaal niks. Dus, ja, dat is van voor haar tijd. Dus dat is een probleem van... Ja, niet haar generatie. Anyway. Deze Lex, die kwam vandaag met een mailtje. Waarin die weer wat linkjes had verzameld voor mij. En... Nou, die, die bekijk ik dan heel trouw. En die eerste twee van hem, dat zijn Nederlandse linkjes. Daar gaat het over een man en die is Emeritius hoogleraar. Iets van Koos, van Wolveren of zo. Maar zo iemand die dan wel weet dat er samensweringen zijn. Ja, dat het allemaal heel erg is. Maar die niet de, ja, niet de historie erbij pakt die een beetje doet alsof het gaat om een modern probleem... en het is het helemaal niet. Het is een heel ouderwets wetsprobleem. En die andere linkjes, die moet ik nog bekijken. En nou eindigt hij... Die, die in die mail... met een vraag en die luidt... zou het mogelijk zijn... Om het punt van jullie groep duidelijk over te brengen in een overzichtsfilm van bijvoorbeeld drie uur lang. Uh, jullie groep, daarmee bedoelt hij mijn persoontje en Jurk Liesman. En Tom Fraz. En Michael. En Brett Norman. En die mensen dus. Het is natuurlijk wel een leuk idee. En ik ga er over nadenken. Met hoe je dit aan zou moeten pakken. Want dat zou op zich kunnen. Als ik nu, als ik nu even de losse pols zo een duit in het zakje zou moeten doen. Dan zou ik beginnen met een lijstje te maken van onderwerpen. Die je de revue moet laten passeren. En dan zou ik, ja ik zou stukjes gebruiken van Tom Fresh in elk geval. En ik zou stukjes gebruiken van Bill Hughes. Dat is een man een, die heeft zo'n boekje geschreven, Dit, dat heet Behind the Dictators en ik zou uh, wat dingen van First Amendment Radio waar Tom Fress bij zat, en waar nu nog steeds dan uh, Nicholas Arthur zit erbij, uh, een andere vent die vind ik ook wel grappig, oh ja die met die, met die Poolse achtergrond, Greg Anthony Szymanski. en dan heb je ook nog uh, documentaire films van La 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 la. Die naam schiet me zo te binnen. En die serie die heet uh, A Lamp in the Dark. Dat zijn vrij professionele documentaire films van die man. Die hebben echt geld gekost. En die kijken heel aangenaam. Lekker tempo zit erin. En dan zou ik dus daar allemaal stukjes uithalen. En nou, ik zou met Jurk Gliesman dan regelen dat hij wat gaat vertellen over bepaalde onderwerpen. Allemaal lekker compact. Nou, Michael wil zonder meer wel meedoen. Uh, ja, kortom, ik zie wel mogelijkheden. Het belangrijkste is dus om een lijst te hebben met al die onderwerpen die je de revue wil laten passeren. Nou, dat kan wel. Aan de andere kant denk ik van uh, waarom eigenlijk? En daar heb ik twee ideeën bij. De, de ene idee is dat mensen hebben een hele sterke hechting aan hun eigen overtuiging. En het is moeilijk om mensen te overtuigen. Met een, ja, een, een YouTube-film. Ook al duurt die drie uur. Zo'n film is ofwel. Uh, niet diepgaand genoeg. Dat mensen zeggen: Nou, ik weet maar een beetje oppervlakkig. Hoor. Het is echt wel erg oppervlakkig. Of het is. Uh, niet snel genoeg dat mensen zeggen: Nou, zeg, schiet eens een beetje op. Waar gaat het nou eigenlijk allemaal over? Huh? En dat komt omdat mensen heel erg gehecht zijn aan hun eigen mening. En eigenlijk weten ze zelf alles al. En ja, als jij dan komt met een verhaal waarvan ze vermoeden dat het wel eens strijdig kan zijn met hun eigen overtuiging, dan willen ze misschien wel kijken naar jouw film, maar alleen om iets te ontdekken waarvan zij dan kunnen zeggen van ah, dat is helemaal niet zo. Zodat ze bevestigd worden in hun eigen overtuiging. Mensen houden het er helemaal niet van om van wereldbeeld te veranderen. Ja, dus waarom zou je dan zo'n film maken? Het is gewoon een vraag hoor. Ik denk dat, dat ik nu dan heel negatief uh, wil gaan zijn of zo. Dat... Maar dat is wel iets wat me dan dus door het hoofd heen speelt. Dat ik denk van ja... Als je dus zo'n film dan maakt van drie uur... Uh, wie heb je dan als doelgroep uh, voor ogen? Ik, een, een voorbeeld... Is dat ik een artikel heb geschreven. En dat heet iets van Klimaatpaniek of zo heb ik het genoemd. En daarin sta ik stil bij de Nederlandse situatie aangaande het klimaat. En de vraag is dan: is er wat aan de hand met het klimaat in Nederland? En het antwoord is: nee, er is niks aan de hand. Ja, er is altijd wat aan de hand. Er is wel iets aan het veranderen, maar ja, om nou het nu al te brullen dat dat dramatisch af gaat lopen, nou daarvoor is het nog veel te vroeg. En uh, het is ook erg onduidelijk, om niet te zeggen helemaal niet duidelijk, uh, dat de verandering in het klimaat in Nederland dat dat verant, veroorzaakt wordt door menselijk activi menselijke activiteiten. Laat staan door de economische activiteit van de Nederlander. Echt niet. En Nederland is een heel klein landje. Het, het gaat maar om een, ja, een heel klein deel van de wereldbevolking dat hier woont. En zoveel kwaad kunnen wij niet aanrichten, aangezien wij aan de Noordzee liggen en het waait hier heel erg veel. Dus wat wij aan onzin produceren in de lucht, aan CO2 of SO2 of NO2, of zeg het maar, hè. maar het waait allemaal vrij snel weg. En dan verdunt het enorm. En ja, als de concentratie heel laag is, dan heb je uiteindelijk zelfs van zoiets gevaarlijks als Cyclon B heb je geen last meer. Ja, dat is nu één keer zo. Anyway, ik had dat stukje geschreven. En daar heb ik echt mijn best op gedaan. En dan de grafiekjes erbij. En de gegevens verzameld. Dat heeft nog heel veel werk gekost. Van het KNMI. de beeld. En van Rijkswaterstaat. En dan netjes me gehouden aan de regelen. Der kunst van het. Het verslag schrijven op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Dus geen fantasiedingen erin en netjes de, ja, de feiten, de feiten laten. En de bespiegelingen de bespiegelingen laten zijn. Nou, keurig geschreven. En dat aan mijn dochter gegeven. En die had gelijk al iets van: oh ja. Nou, dat is mijn vader weer hoor. En het beïnvloedde haar mening over het klimaat helemaal niet. Want het klimaat, daar maakt ze zich enorm zorgen over. Want dan kan je gaan spijbelen van school met een reden. En als je je geen zorgen maakt over het klimaat... dan kan je niet spijbelen van school zonder een goede reden. Dan moet je zonder meer spijbelen van school. En dat is dan zonder een goede reden. En dat is dan niet goed, terwijl als je... Je zorgen maakt om het klimaat, dan kan je spijbelen van school en dan heb je een hele goede reden. En dan is het hartstikke gezellig in Den Haag als je daar een beetje loopt te brullen op straat. In een grote groep. En dan krijgen ze dan een kick van. Ik heb daar geen goed woord voor over. Ja, dus zei ik tegen mijn dochter: van, Nou, neem dat artikeltje dan mee. Het zijn drie, vier, a viertjes. Ik had keurig geprint. En laat het dan eens lezen aan uh, wat, wat mensen die je kent. En toevallig had ze die avond dan een afspraak met twee mannen van haar leeftijd. Ze zouden wat gaan drinken of zo, niks bijzonders. En dan vroeg ik later aan haar, van heb je dat die jongens laten lezen? Ja, dat had ze uh, gedaan. Ik zei nou, wat vonden die jongens daar dan van? Ja, is nou, niet begonnen er gelijk over dat uh, methaangas helemaal niet meegenomen was in de, de hele beschouwing. Dus het was incompleet. Snap je? En dan denk je echt van... Oh. Kijk, het hele punt is dat... En dan heb je het over zoiets simpels hè, als het klimaat. Nou, methaangas... En we houden even terug. Hè. Het gaat er dan om: het klimaat is aan het veranderen en dat komt door de menselijke activiteiten. Huh? Want als het klimaat verandert, maar het komt niet door iets wat wij doen, dan kunnen ze er geen belasting over gaan heffen. Huh? En als het klimaat niet verandert, dan kunnen ze ook geen belasting gaan heffen op de klimaatverandering. Dus het klimaat moet veranderen en het moet komen door ons. Nou, in een stukje van mij blijkt dat koolstofdioxide, wat dan het gevolg zou kunnen zijn van het menselijke activiteit, uh, daar, uh, daar is dus niks meer aan de hand uh, op dat front. En dan sleuren die jongens daar even bij: van ja, dan gaan we het hebben over methaan. Ja, het punt met methaan is: uh, daar, uh, de, de concentratie methaan in de atmosfeer kan niet veranderen door menselijke activiteit. Namelijk, punt. Dus als methaangas verantwoordelijk is voor een klimaatverandering, eh, ja, dat is dan. Uh, ja, het is maar de vraag of het zo is natuurlijk. Maar als het zo is, ja, komt het niet om menselijke activiteit. En heeft het dus geen zin om te gaan spijbelen voor school en dan in Den Haag te gaan lopen brullen dat er wat komt gaan veranderen. Want als de concentratie methaan in de atmosfeer gaat veranderen. dan gaat de concentratie methaan in de atmosfeer veranderen. En niemand doet er wat aan. Helemaal niemand. Er is een. Dat is dus die onwil. die er bij mensen is. om een idee. wat ze hebben. En in dit geval is dat dan. Het klimaat verandert en dat komt door uh, menselijke activiteit. Nou, dat idee heeft postgevat in het denken van mensen. Daar zijn ze aan gehecht. En dat willen ze niet opgeven. Ook niet als je ze confronteert met feiten. Het is een feit dat de temperatuur hier in Nederland de afgelopen honderd jaar... Met 2 graden gestegen is. En daar zaten nogal wat uh, bergen en dalen in. Dus het is niet zo dat dat uh, heel constant alsmaar toeneemt. En de laatste 20 jaar is het helemaal niet toegenomen. Ja, dat is het. En hoe gaat het dan de komende 20 jaar? Ja. Ja, dat weten we niet. Het zou kunnen zijn dat het constant blijft zoals het nu is. Hè? Het kan ook zijn dat het weer gaat zakken, dat het weer wat kouder wordt. Ja, het zou ook nog een beetje warmer weer kunnen gaan worden. Ja, gooi maar in mijn pet. Doe weet jij wat de temperatuur in Nederland hoort te zijn? En als jij dat dan die vraag met ja kan beantwoorden, dan is mijn vraag aan jou van ja, hoe weet je nou dat je gelijk hebt? Waar baseer je dat op? Misschien is het in Nederland momenteel nog steeds eigenlijk aan de koude kant. En moet het echt een beetje warmer worden om de ideale temperatuur voor Nederland te hebben? En die twee graden die het dan gestegen is, die, uh, uh, ja, daar heeft niemand last van, natuurlijk. Hè? En de zeespiegel, ja, die stijgt best constant met 1,7 mm per jaar. Dat is een vrij constante stijging die je daarin ziet en die stijging die heeft zich ingezet al in de 19e eeuw. Toen de concentratie koolstofdioxide en de bijbehorende wereldtemperatuur nog helemaal niet zo aan het stijgen was. Dus dan is er maar de vraag of die zeespiegelstijging nou, nee, laat ik het zo zeggen. Uh, die zeespiegelstijging, die er was in de 19e eeuw, die is niet veroorzaakt door menselijke activiteit. En waarom zou die zeespiegelstijging dan in de 20e eeuw wel komen door menselijke activiteit? Dan in ene wel. Nou, het kan net zo goed gaan om een bepaald effect, wat zich uh, heel langzaam aan het voltrekken is. En terwijl die zeespiegel aan het stijgen is. Vanwege een bepaald fenomeen. In die periode zitten wij. Want heel veel koolwaterstoffen te verbranden. En stijgt de CO2-concentratie. Maar ja, dan heb je ook weer het fenomeen. Dat de natuur zelf. Creëert ook koolstofdioxide. Ja. En wat is dan precies de bijdrage van de mens aan dat geheel? Ja, joh. Dat is, dat is, een hele hoop uh, giswerk zit daarbij. En iemand als uh, Wim Kruidertuin... die heeft zich er heel erg in verdiept. Nou, die heeft... nou, honderden uren besteed aan het lezen van allerlei artikelen. En hem is het duidelijk dat het één groot gekakel is... en dat er nog zoveel vragen zijn dat niemand het antwoord weet. Er zijn zo ontzettend veel parameters die verinvloed zijn... op hoe het klimaat, zoiets als een gemiddelde wereldtemperatuur... waar dat van afhankelijk is, dat... En om dan één factor eruit te lichten, te weten, koolstofdioxide, en daarover te gaan lopen brullen, dat slaat helemaal nergens op. Dat is, dat is idioot. En voor Wim is het helemaal duidelijk dat het hier gaat om een excuus van de regering om de belastingdruk op te voeren. En ons dus een schuldgevoel aan te praten en dan moeten wij voor straf meer belasting gaan betalen. Dat zit. Dus uh, de armoede wordt verhoogd. We worden nog armoediger gemaakt. En wij moeten ons daar. Uh, ja, wij moeten het ervaren als dat die armoede uh, de welverdiende straf is voor het feit dat wij het klimaat hebben veranderd. Zoiets. Het is vrij flauw. Nou, dat is het. Dan heb je het een, uh, voor het grootste gedeelte samengevat. En mensen zoals mijn dochter en haar generatie, die zijn daar nog helemaal niet mee bezig. Die, die zitten nog helemaal in de gedachte van: ja. En wij zijn de nieuwe generatie en de generatie voor ons, dus onze ouders en onze grootouders, die hebben alles verpest en houden daar jouwe en wij pikken het niet langer. En wij staan voor het nieuwe geluid van de jeugd. En dat zeggen ze dan allemaal met het historische besef van een, een achterlijke naardslak. En daarbovenop dus, dus, kijk voor degene die inzien hoe de wereld in elkaar zit. Namelijk, er bestaat zoiets en dat heeft als verzamelnaam, komt uit de Bijbel, heet dat Babylon. En dat is niets meer dan een samenwerkingsverband tussen mensen die heel materialistisch zijn. Die interesseren zich niet voor God of een gebod. Dat interesseert ze echt helemaal niks. Het gaat hun om het bereiken van een. Dat vinden ze een soort van spelletje. Om um de baas te zijn. En dan hoeven zij niet te werken. En dan gaan ze lekker seks hebben met brunettes en blondines. En lekker drugs gebruiken, lekker eten, elke dag vakantie. Je kent het wel, de happy life. En over onze ruggen. En dat zien zij als een, uh, ja, een manier van leven. Zo is hun manier van leven. Een parasitair. En zij zien dat niet als minderwaardig. Nee, ze zien dat als uh, blijk van hun superioriteit. Ze denken heel anders dan wij. Ja, nou, die club, die Babylon club, die, ja, die hebben dus hun eigen geloof en dat eigen dat geloof van Babylon dat behelst dan een meer goden geloof en de, de hoofdgod dat is een vrouwelijke god. Ja, Homoseksualiteit is een uh, een superieure vorm van seks. Dus heteroseksualiteit is eigenlijk maar uh, ja, boers. Doe jij het nog met een vrouw? Nou, zeg. Nou, weet ik echt wel uh, dat je dat nog doet, zeg. Ja, een beetje kerel die doet het met een reetridder. Dat is hip. Dat is Babylon. Uh. ze zijn heel erg georiënteerd op orgieën en ja ja, heb je het eigenlijk mee gehad nou, ja, die zijn bezig die besodemieteren de hele boel ze domineren de media op alle fronten de, de haren staan je stijl achterover als je de, het gaat overzien en wij hebben niks in de gaten. Wij denken dat uh, die opkomst van homoseksualiteit die we nu hebben, dat dat een goed teken is, want wij zijn dan uh, meer, wij staan dan meer open voor mensen met een afwijking. En dan moet je zelfs het woord afwijking moet straks uh, uit de woordenboeken geschrapt worden, want straks bestaat er niet meer zoiets als een afwijking. Nee, iedereen is dan normaal. En dat is alleen maar het. Uh, ja, het is wat Babylon altijd al voorstelde. Je had daar in die tempels van inanna. Inanna was dan de moederbaasgod van Babylon... daar had je... tempelpriesters... en dat waren... Uh, uh, gecastreerde mannen. Zogenaamd waren dat vrouwen. En wat zie je dus nu weer? Dat... Uh, ja... En mensen zoals mijn dochter, die denken dus dat het dat hip en modern en nieuw is, maar dat is het helemaal niet. Het is Babylon. Nou, en hun centrale orgaan op geloofsgebied, dat is de Universele Kerk. En die heet ook letterlijk zo. Nou, zo, zo kennen we hem niet, want wij noemen het allemaal de katholieke kerk. Maar katholiek betekent universeel. Het heet letterlijk zo de universele kerk. Met, uh, uh, dat is een strikt hiërarchische organisatie. En ze hebben de Bijbel ingepikt. Oh ja, en de hoofd van de organisatie, of het hoofd is die paus die noemt zichzelf de vertegenwoordiger van Jezus Christus. Vicarius filii Dei. Op zijn Latijn. Ja, zo, zo zit het al in elkaar. Het is één grote puinhoop. En, uh, maar ja. Hier in Nederland, uh, wij gaan elk jaar uh, een stap achteruit. We komen dit jaar, uh, komende weer, ik weet niet hoeveel, duizend. Het gaat richting de honderdduizend mensen uit het buitenland bij. En we zijn het dichtstbevolkte land van Europa, maar ze gaan hier toch nog mensen in proppen. Onze agrarische industrie gaat helemaal verdwijnen. Onze visserij gaat eraan. Ook nog. Dus ja, wij raken de, onze eigen voedselproductie. Dat is dus straks over. We worden afhankelijk van... Ja, van wie dan? Maar we zullen ons voedsel moeten importeren. En... Ja, die zelfstandigen, die dus nu boer zijn, dat straks is dat helemaal. Uh, bestaat dan niet meer. En dan gaan we dus terug naar die situatie die je in Sovjet-Rusland al had. Met een kolgos, het hele grote. Landbouwbedrijven, alla Monsanto, maar dat gaat dan niet meer, want een kolos werkte dan nog met mensen en dat zal dan afgelopen zijn. Dan gaan ze met hele grote machines gaan ze dat alleen maar beheersen. Dan eten wij alleen nog maar genetisch gemodificeerde meuk. Wat helemaal stijf staat van de chemicaliën, zoals Roundup, van Monsanto en zo. Nou, ja, daar gaan we naartoe. En dat gaat heel geleidelijk. En, ja, mensen zoals mijn dochter, die zien daar het probleem niet van in. Dat vinden ze zelfs wel goed. Want die boeren hier in Nederland, nou, die gaan allemaal stikstof produceren. En uh, dan breken de pootjes van de meesjes op de hoge Veluwe. Want dat gelooft mijn dochter ook klakkeloos. En dat kan ik niet haar uit uh, het hoofd praten. Dat is onmogelijk. Dus dat gaat allemaal lekker gebeuren. Nou, zoiets als met die aanslagen van 11 september. Ja, dat, daar gaat de waarheid niet van boven tafel komen. Dat zal me erg verbazen. Ja, ik bedoel wou ik zeggen, maar kijk naar die aanslag op Pearl Harbor in 1941. Wij weten inmiddels dat dat doorgestoken kaart was. De Amerikaanse overheid wist daarvan. Er is helemaal geen consequentie aangetrokken. Ja, wij denken nu van: ah, we was in 1941, dat is een tijd geleden. Er zijn zelfs mensen die zeggen over die aanslagen van 11 september. Ja, zeg, het is al wel bijna 20 jaar geleden. Moet je daar nu nog steeds een probleem van maken. Oh, samen bin Laden is toch al lang daarvoor veroordeeld. Tja. Ja, ja. En dan, ja, dan kan je dus wel duidelijk maken aan mensen dat de wereld in en in verdorven is. Maar ja, wat bereik je daarmee? Ja, voor hetzelfde geld uh, denkt iemand van: oh wow, ja, als dat maar zo erg is, nou, dan. Uh, ja, dan, dan zitten. Dan uh, heeft het allemaal helemaal geen zin meer. Kijk, dan dat. Daar wil ik dan zo'n documentaire niet voor gaan maken om iemand zo'n gevoel te bezorgen. En ja, daarbovenop, vanuit mijn christelijke achtergrond, zeg ik je dat er in het leven eigenlijk maar één ding is wat jij als mens moet doen. En dat is dat jij ervoor moet zorgen dat God jou gaat vinden. God moet je vinden. God moet tot jou... Ja, jij moet dat moment bereiken... waarop jij dan in ene zeker weet wat ik bedoel nu... Hè? met de frase dat God jou gevonden heeft... Je zal weten wat ik bedoel op het moment dat dat gebeurd is. Dan wil je precies weten wat ik bedoel? En op dat moment zal je ook weten dat hij de hele tijd naar jou op zoek was. Maar je hield je verborgen voor hem, Zij hij kon je niet vinden. Maar toen is er iets veranderd in jouw leven en toen ben je iets anders gaan doen. En toen kon God jou vinden en toen heeft hij jou gevonden. En toen hij jou gevonden had, toen was je heel verbaasd. Omdat je toen in één keer wist wat ik bedoel op dit moment als ik zeg wat het is dat God je vindt. En dan weet je dat waar, ja, wat ik nu zeg waar dat op slaat. Of misschien dat God jou al gevonden heeft. En dan weet je nu al waar ik het over heb. Maar dat moet er gebeuren in jouw leven. En dan kom je tot leven en dat, en dat leven wat je dan hebt, dat leven is eeuwig. Dus dan kan je niet meer dood, dat is wel fijn. En dat is het enige dat telt. En de rest, uh, heel praktisch gesproken, uh, is het van een groot nut dat een mens goed zorgt voor kinderen voor de volgende generatie. Dat is een praktische aangelegenheid, dat moet je doen, moeten we doen. En ja, voor de rest is het dus wat ik net zei. Dat je bij leven begrijpt wat het is. Om gevonden te worden door God. Maar meer kan ik echt niet verzinnen. Ja, dan kan je nog... de rest is niets meer. dan dat je bij leven. Uh, heel veel geld kan verdienen, of uh, dat je een Mazda 7000 SX gaat rijden. Met, met, een, uh, met een houten stuurtje of zo. Een automatische transmissie. met Tiptronic. Ja, zeg maar wat. Hè? Nou, en, en wij snappen allemaal... dat het vergaren van veel geld of veel spullen... dat dat... Uh, hier... Ja, dat levert je echt helemaal niks op. Nou, dan heb je nog mensen. En die kunnen. omdat ze heel getalenteerd zijn. kunnen ze een wereldwijde. verschrikkelijk indrukwekkende ontdekking doen. Maar ja, de mensen die dat gedaan hebben. daar zitten er ook nogal wat onder die dat niet hebben weten om te zetten in een gelukkige dood, zoals bijvoorbeeld Kepler. Ja, dat is de man die na het werk van Isaac Newton kwam met de oplossing voor uh, hoe was dat ook weer? Ja, die kwam met het uh, met de de constatering dat de aarde niet zozeer om de zon draait, maar dat de aarde en de zon samen om een gezamenlijk middelpunt draaien. En dat dus ook de aarde niet in een cirkelbaan rondom de zon draait, maar dat dat een ellips is. Dat is Kepler. Nou, Kepler is uh, ja, heel erg lullig aan zijn einde gekomen. Daar is niemand jaloers op geweest. Snap je? Dus praktisch gesproken heb je de zorg voor kinderen... en dat staat als een paal boven water. Dat zal iets zijn waar je als mens altijd een bevrediging uit zal putten... En wat heel praktisch is, ook voor je eigen leven is het heel praktisch om te doen. En het maakt niet eens zo gek wel uit wat je dan voor kinderen doet. En of het je eigen kinderen zijn, dat maakt al helemaal niet uit. Maar dat je voor kinderen iets doet, voor de nieuwe generatie. Dat is praktisch. En wezenlijk is het. Dat jij ervoor zorgt dat God jou vindt. En dat je weet, krijgt en neemt van het eeuwige leven. Dat je het Koninkrijk der Hemelen ziet komen. Dat je ziet waar, wat hier aan het gebeuren is hier op aarde. En dan kom ik weer terug op die, die documentaire film. waarvan Lex zegt. Uh, goh, zou je die niet willen gaan maken? En dan. Uh, met, jij met Jurk. en met uh, Tom Fresh. En... Maar het enige wat wij kunnen doen. is een opsomming maken. van alle. Uh, ja, smerige details. Het is allemaal. En er is een documentaire bijvoorbeeld. Die heeft Jurk Kliesman op zijn kanaal gehad. Die zat in Nogos aan. Dat is een documentaire film, en die gaat over wat de Katholieke Kerk heeft uitgevroten in Kroatië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Nou, die documentaire film die ben ik begonnen te kijken en na twaalf minuten trok ik het niet meer. En daar schaamde ik me eigenlijk een beetje voor. En toen ik dat opbichte aan Jurk. Van nou, ik heb die documentaire film, ik, het begin heb ik gezien, maar na 12, 13 minuten eh, ben ik wat anders gaan doen. En toen zei Jurk doodleuk tegen mij van, oh, dan nou heb je het nog lang volgehouden. Want hij kon hem ook niet helemaal afzien. Dat is niet te doen. Het is zo verschrikkelijk. En dat is eigenlijk het enige wat je in zo'n film kan doen. Dat is een opsomming maken van de gruwelijke dingen die de mensen hebben uitgevroten in het najagen van materieel welzijn voor een heel klein groepje. Liegen, moorden, verkrachten, martelen, stelen, wat kan er meer dan? Naar bed gaan met de vrouw van de buurman. Seks met kinderen. Nee, ja, het is echt verschrikkelijk. Dus dat staat me dan weer tegen de borst om zo een film te gaan maken. Ja, aan de andere kant, ja, waarom niet? Ik zal het balletje wel opgooien hoor, bij Jurk ook, en bij Michael. V. of we kunnen komen met een, in elk geval een opzomming van onderwerpen. Want dan moet je dit, dan moet je dat, dan moet je zus, dan moet je zo. En dat moet dan allemaal gepropt worden in, nou misschien dan drie delen. En elk deel een, een lengte van een uur. En de, de uitdaging zou voor mij dan nog steeds zijn, hoe kan je mensen aan de ene kant al hun geloof in de goedheid van de mens ontnemen, want dat doe je. Als je opzomt wat de mensheid heeft uitgevroten, dan snap je dat de mensheid niet goed is en nooit geweest is. omdat het ook helemaal niet beter gaat worden. Dat je alleen maar kan constateren dat we, ja, de laatste tijd wel heel erg hard de verkeerde kant op aan het gaan zijn. Gegeven het feit dat je hier in Arnhem heb je voetgangersoversteekplaatsen. Uh, met uh, lampjes erop en uh, dan moeten dan, dat stelde dan uh, homo-stellen voor die oversteken uh, hand in hand met hartjes ertussen van oh, ik ben zo verliefd op iemand van hetzelfde geslacht, ik ga nu oversteken hoor. Ja, daar is wel geld voor hè? Nee, het gaat gewoon heel hard de verkeerde kant op. En hoe kan je nou mensen aan de ene kant al hun vertrouwen in de mensheid uh, ontnemen en onderuit schoffelen, en dat die mensen dan nog voldoende over hebben om vol van vertrouwen overeind te blijven staan en niet van de brug af te springen? En als je daarbij zegt van ja, nou, dan moet je gewoon komen met een leuke Bijbeltekst. Van uh, Jezus red en enkel door het gebed of zoiets. En, en dan vraag ik me af, waarom oh, Dat kan ook weer heel erg uh, anticlimax uh, werken. En het andere ding is misschien ook wel dat ik denk dat de mensheid het maar moet gaan ondervinden. Kijk, die, die jongens en meisjes van de wereldorde, die zijn bezig met die wereldorde. Bij ons bekend uh, vanaf het prille begin dat wij de het geschreven woord hebben. Nou, dat betekent niet eens dat ze toen het geschreven woord kwam, dat ze toen begonnen zijn. Want ze konden voor die tijd al begonnen zijn, maar toen hadden we het geschreven woord nog niet. Dus dat is er dus, dan hebben we er geen geschriften van. Weet je. Maar zo de oudste geschriften die we hebben, die spreken daar al van. Dus dan heb je het over 5000 jaar eh, rampspoed en ellende. Ja. En wat moet je daar nou van zeggen? Kijk, mij is het duidelijk. Ik vind het ook niet zo erg, hè? Maar dus dat die, die rampspoed en ellende. Heel veel mensen denken dat. dat, dat het allemaal reuze meevalt. Omdat we zo gelukkig zijn. En we hebben allemaal een pensioen. En we hebben allemaal, het allemaal zo ongelooflijk fantastisch. En misschien dat we. echt totaal aan de afgrond moeten komen. En al het privébezit zijn we dan kwijt. En, en man. En dat er zoiets, dat er een scenario gaat zich gaat afspelen zoals het beschreven staat in het boek Openbaring. Dat laatste boek van de Bijbel. Ik denk dat dat er maar moet komen. Eigenlijk is het ja, niet eens zo gek. Want als dat komt, als die vier ruiters van de apocalypse kattenklop, kattenklop uh, voorbij komen... Ja, dan, uh, dan is het cirkeltje wel rond, hoor. Dus, ja... Nee, het is wel een, een, moeilijk om een standpunt in te nemen in deze. Ik, ik weet het dus niet goed, en ik ga er wel over nadenken wat er dan in zo'n film zou moeten komen. En of we dan zo'n film kunnen maken op een hele slimme manier. En dat het niet al te veel tijd kost. En ja, Tom Fresh die moet er zonder meer in. En die spreekt Engels. En daar moeten we dan op gaan, wat op gaan verzinnen. Want ik denk dan wel dat je die documentaire film moet doen in het Nederlands. Maar misschien ook wel weer niet dat je hem in het juist in het Engels moet doen. En dat je hem Nederlands moet ondertitelen. Maar ja, dan moet je weer gaan ondertitelen. Dat is ook niet eenvoudig hoor. Nou ja, we moeten het nog maar eens gaan bekijken. Ik vind het in ieder geval een hartstikke leuke vraag van Lex. Dat wel. Tja. Nou, ik zie dat er weer een mailtje binnenkomt van Lex. Ik ga weer even kijken wat hij nu weer uh, gevonden heeft. Ook je toch weer met die Jezuïten. <laughs> uh. nou, die Jezuïten hebben ermee te maken. Misschien is het wel zo dat je het alleen maar moet hebben over die Jezuïten. Dat je de geschiedenis van de Jezuïeten op een rijtje moet zetten. en dat mensen dan wel gaan snappen. dat het erg interessant is om er meer van te weten. Want als je achter de geschiedenis van de Jezuïeten bent. als je weet wat die daar allemaal hebben uitgefroten. dan snap je wel dat de aanslagen van 11 september. dat het werk was van de Jezuïeten. En nog wel meer geintjes ook. Nou, weer een leuke gedachte. Ja. Nou, voor mij uh, fijn om over na te denken. En uh, nou, voor jullie, als je een idee hebt voor die film. Van, uh, nou, het is eigenlijk wel leuk zo'n film hoor. En dan moet je het daar en daar eens over hebben. Dan sta ik helemaal open voor uh, dingen. Misschien dat ik vanaf nu al een documentje open op mijn harde schijf. En elke keer als ik een idee heb. Of een idee binnenkrijg via een kijkeraar. Dat ik hem erbij ga zetten. We kunnen toch altijd zien wat er, we ermee gaan doen. Kijk, ik heb toch voldoende vrije tijd om mij hierin te bekwamen en te verdiepen en dingetjes uit te werken. Ik, bedoel, ik kijk geen tv. Nou, dat scheelt mij al met de gemiddelde burger al een hele tijd. Ik werd mij vandaag op het werk gevraagd: van, Heb je gisteravond uh, dat of dat? En ik zo van, wat? Ja, het was uh, voetballen. Op tv. Ik zei, oh, ik, zei, ik heb geen tv. Die persoon die keek me toch raar aan. Alsof ik zei dat ik drie tieten had. Hè? Van heaven. En die zei helemaal niks meer. En daarom ik nou weer een hoop rare dingen meegemaakt met die Perry. Maar hij heeft geen tv. Nee, maar die heb ik al tien jaar niet meer of zo. Scheelt een hoop tijd. Hé, hey, en dan uh, vol vertrouwen dat jullie de moed niet laten zakken. En dat jullie ofwel gevonden zijn door God of dat dat binnenkort gaat gebeuren. En dan gaan we allemaal lekker eeuwig leven. Zijn van alle gezeur af. En in al dat vertrouwen en met al die hoop en de daarbij behorende liefde. Zeg ik tegen jullie op zijn hamburgs. Tjus. En dag kinderen van God.